Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda de Windweker in HD! Ik ben er weer, Zelda Play 20! Ja, dat zei ik al. We gaan nou onderweg naar Windfall Island, want in de vorige aflevering hebben we Makar opgehaald, onze Toad Voice. En daarmee gaan we dus nou op weg naar de volgende tempel. Nou, ondertussen dat ik daar naartoe ga, ik had natuurlijk ook kunnen knippelen dat we daar bij die tempel zouden zijn. Maar ik wil jullie eerst eventjes bedanken, echt serieus. Jullie zijn geweldig. En ik weet het, ik blijf het vaak zeggen, maar jullie zijn gewoon geweldig. Ik heb gisteren, dit is echt opgenomen op de maandag. Heb ik dus de video This is Halloween opgenomen. Geüpload. En ik moet jullie vertellen, jeetje, echt ongelooflijk. Ik ga de verkeerde kant op. Ongelooflijk hoeveel complimenten en likes en reacties er wel niet op die video zijn gegeven. Ik werd echt eventjes letterlijk en figuurlijk van mijn sokken afgeblazen. Zoveel dat er zeg maar, hoeveel dat die video eigenlijk dus zeg maar gewaardeerd was. Ik heb heel veel vragen gekregen inderdaad, of het veel editwerk was. Nou, dat wil ik niet weten. Maar... Jullie zijn echt geweldig. Heel erg bedankt daarvoor voor al de support en alles. Nou, ik heb helaas maar één giveaway. Nou, heb ik eventjes zitten te kijken. Ik heb wel een andere giveaway die ik nog eventueel erbij zou kunnen doen. En dat is een Mario 3D sleutelhanger. Dat klinkt niet echt heel erg spectaculair. Maar dan kan ik toch één extra dingetje meegeven. Dus ik geef een extra dingetje als een soort van troostprijs. Ik bedoel, ik heb zoveel reacties gekregen. Ja, ik heb helaas maar één zo'n dogtag die ik weg kan geven. Dus dan kan ik toch nog één extra persoon even blij maken. Dus mocht je niet gekozen worden, ja, ik kan helaas niet iedereen blij maken. Al zou ik dat dolgraag willen. Maar ik heb daar helaas dus zeg maar niet het materiaal voor. Dus mijn excuses daarvoor. Jullie zijn gewoon geweldig. En ik wil er iets voor terug doen. En ja, ik kan maar een paar dingen zo doen. Maar goed. Stefan, as a Guestwood medley, I have no doubt that Makar too has some special role to play in these events. Discovering the role is your duty. I am certain by cooperating, the two of you can overcome the dangers and pitfalls of this temple. Ja, het is allemaal wel King of Red zeikers. Of moet ik zeggen... Oh nee, dat is een spoiler. Maar goed, we krijgen weer eventjes leuke muziek. Dus ik zal weer heel eventjes stil zijn. Dat is jammer. Goed, deze windtempel gaat dus precies hetzelfde worden eigenlijk als wat we met Medley hebben. Alleen dit keer hebben we Makar bij ons. Makar is iets kleiner, iets irritanter en noem maar op. Windtempel, leuke puzzels, leuke uitdagingen, noem maar op, etcetera. Alleen het enige nadeel is, je bent met Makar en Makar is mijn minst favoriete Zelda karakter in de Windweker. Dus het makkelijkste is om eigenlijk gewoon de hele tijd Makar overal mee naartoe te dragen. Ik weet niet, het lijkt een beetje op die dungeon van Ocarina of Time. Ja, gaan we weer over Ocarina of Time. Wanneer doe je die let's play nou eens? Ja, snel. In Ocarina of Time... moet je dus zeg maar... met Princess Rudo in de derde dungeon... moet je dus zeg maar eigenlijk... prinses... Hallo? Stil jij. Ik wil even mijn item erbij hebben... want ik heb pijl en boog even nodig. Waar ben je? Vuurballen! Oh, dus spam vooral voor mijn neus. Dat vind ik leuk. Doe dat nog eens. Hier, heb een vuurbal terug. Vond hij vast prettig. Nou, maar heb je dus zeker een dungeon en nog meer Prinses Rudo en meer dan overal naartoe draaien? Weet ik het allemaal nog meer. Dat wordt leuk als we Ocarina of Time gaan doen. Goh. Dus, het is geen hint tot het al de oh, hallo. Gaan we weer, dat verdient een bommetje. Even kijken, dan hebben we de bommen nodig, we hebben die nodig en we hebben de hamer nodig. Oké, dus eerst dat verdient een bommetje. Jullie kennen de drill ondertussen wel. Hallo, kijk eens voor jou. En dan gooien we een boemerang erop, want dan hou je eventjes op met huppelen. En dan slaan we je harsjes in met een hamer. Vinden we leuk! Tenminste, ik vind dat leuk. Mag ik dat niet leuk vinden? Goed, nadat hier eigenlijk alles op dit moment veilig is, willen we dus Makar... weer hetzelfde dus... Oh.
Ik ga geen muziek spelen vandaag. Maar hetzelfde als medley wil je dus zeg maar hier met Makar doen. Je wil dat nummer gebruiken. En Makar heeft zijn eigen special ability. Makar kan ook vliegen, net zoals medley. Alleen die heeft dus zeg maar geen mirror dinges achter op de rug. Die heeft iets heel anders. Als je deze plekjes hier in de grond ziet, dan krijg je dus zeg maar de A. En als je daar dan op drukt, dan gooit hij een zaadje en dan komt er een gigantische boom tevoorschijn. Leuk. Dus dat is eigenlijk praktisch wat Makar kan doen. Nou, leuk Makar. Fijn dat je bomen kan planten. Echt zo nuttig. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, dan gaat er een kistje verschijnen. Ik dacht eigenlijk dat dat wind weg zou halen, maar blijkbaar heb ik het daarin goed mis. Dus, zit hier dan nog zo'n... Dan vliegen we hier gewoon even omhoog. Zoals ik al zei, McCarty kan... Oh nee, McCarty moet hier op die switch staan. Ik dacht dat het met bomen te maken had, maar dat was hier nog niet. Dat komt later pas. Ik moet zeggen, de puzzels vind ik hier hartstikke leuk. Daar niet van, dus absoluut. Ik ga gewoon heel erg snel open praten. Want als ik snel open praat, dan is dat soms wel eens hilarisch. Want dan heb je geen flauw idee waar ik het over heb. En dan denk ik ook bij mij, als ik aan het editen ben, waar heeft hij het over? En dan weet ik het ook niet. Orange Ruby! Wat leuk! Dat was nogal pointless. Maar ja, je kunt het net zo goed eigenlijk doen. Nou, de item die je hier het meeste nodig gaat hebben. En ik vind het jammer dat ze dit niet hetzelfde hebben gedaan als de Ocarina of Time remake. Weer een Ocarina of Time reference. Je hebt hier heel erg veel de Iron Boots nodig. En ik ben niet echt een fan van de Iron Boots. In plaats van dat je hier dus zeg maar zinkt met de Iron Boots. Heb je dus deze pressure plates. Waardoor dat je dus zeg maar een boost omhoog krijgt. En daardoor dus zeg maar makkelijk omhoog kan gaan. Waardoor dat je dus op hogere plaatsen terecht kan komen. Het is eigenlijk een beetje als een rock verder in de Game Boy versie. Zoals Minish Cap en de Oracle of Ages of Seasons. En ik heb een fout gemaakt. Ik wil die warp eigenlijk openen. Dus eventjes... Heb ik jou toestemming gegeven om daar te gaan vallen? Nee, hè? Oké, nou eventjes omlaag. Vuur! Oké. Ik ben tevreden. Makar, je hoeft niet meer op de switch te staan. Je had er nog niet eens op hoeven te blijven staan. Zo makkelijk is het. Maar goed. This is Makar, this is Makar. Ik heb dat nummer nu dus de hele tijd nou in mijn hoofd. Oh! Ik wist ook pijlen nodig zou gaan hebben in deze dungeon. Hallo! Willen jullie alsjeblieft wel eventjes bevriezen, dat ik jullie even in de kont kan steken. En raak Makar van mij apart, see if I care. Mij maakt er niks uit. Ik ga jou deze kant op blokken. Raak Makar. Waarom raak je Makar niet? Serieus, als ik zo blijf staan, dan raak je me meteen. Jullie hebben gewoon het afgesproken met Makar, hè? Jullie gaan mij het leven zuur maken, hè? Zo werken jullie, hè? Ja, ik heb jullie wel door. Oké. Okay. Dus, ja. Yeah. Deze trouwens, deze zijn heel erg leuk. Dit zijn traps. Tenminste, zo heten ze vroeger. Ik weet niet of ze vandaag de dag nog steeds zo heten. Deze zijn oorspronkelijk uit The Legend of Zelda 1. Voor de heel veel mensen die weten dat niet meer. Die beweegden dan eigenlijk alleen maar op het moment dat je dus zeg maar in de buurt kwam. Dus, ja, nog even laat. Hou je mond, Makar. Hou je mond, Makar. We hebben dat al gedaan. We hebben dat al gedaan. Dus je moet gewoon je mond houden. Dank je. Ik snap echt niet waarom dat Makar daar nou in één keer mij die hint gaat geven. Alleen maar omdat ik dingen aan het uitleggen was. Omdat ik 5 seconden heel eventjes was met iets te vertellen over een allereerste Zelda game. Die ik ook al geletsplayed heb. Ik snap echt niet waarom dat Makar nou begint te zeuren. Hi, I am Makar. And I'm just going to fly because I actually need to throw a seed. But I'm not doing that. Dus, dan hebben we trouwens nog één ding. Ja, jullie verwachten eigenlijk, nee, jullie, een paar verwachten dat eigenlijk maar. Dat is zeg maar een Halloween game, iets-achtig, op, ja, op de Legend of op ja, mijn kanaal eigenlijk. Hier is het probleem. Als jullie al een beetje... Dank je. Ik kan niet praten en concentreren tegelijkertijd vandaag. Ik weet niet wat het is. Het is maandag. I hate Mondays. Maar ja, ik weet niet precies. Kijk, ik weet niet of jullie het door hebben gehad op mijn kanaal. Maar de eerste keer was het dus zeg maar gewoon een video van... Wat heb ik ook alweer eigenlijk 2 weken terug gedaan? Nadenken. Volgens mij zat daar helemaal geen video in verband met... Makar, dank je. Toen heb ik dus eigenlijk helemaal niks geüpload. En de week daarna... Ja, vorige week heb ik volgens mij helemaal niks geüpload. Tenminste, dat denk ik. Nee, toen zat ik heel druk. Ja, dan weet ik het weer. Dus, maar ja, vorige week heb ik dus in plaats van een Halloween video... heb ik dus zeg maar een soort van review die jullie ook heel erg leuk vonden gedaan. En dat heeft eigenlijk stiekem een reden. Oh ja, Makar wordt hier ontvoerd. Nobody cares. Dag, Makar. Bye, have a great time.
opdonderen. Nou, nee, maar ik weet niet precies. Ik zit heel vaak te denken van, ja, welke Halloween game zou ik dan gaan doen? En in een Gmod een horror map, dat zou eventueel wel kunnen. Maar het probleem is, ik heb het daar ook met de Towler over gehad. En Halloween games, ja, een Halloween game is leuk. Het is een soort van griezelspel. Maar horror games zoals Jumpscares, Five Nights at Freddy's, weet jullie mij ook heel erg vaak de kop om zeuren, inderdaad. Dat is niet echt mijn stijl van gaming. Ik bedoel, jullie zijn van mij gewend dat ik heel veel Nintendo games doe. Of af en toe nog wel eens een paar indie games of zo. Van die games die dus zeg maar... Makar, ik was even iets aan het uitleggen. Het boeit me niet waar je bent. Ja, geweldig Makar. Ik kan je niet redden, helaas. My prinses is nog steeds onder de grond. Dude, donder op. Dus ja, ik weet niet precies. Ik weet niet wat ik dit weekend ga aanpakken. Ik weet nog niet eens of het inderdaad horror gaat worden. Want ik weet ook dat heel veel kijkers van mij niet echt een liefhebber zijn van de horror games. Omdat, ja, jumpscares, griezelige momenten en... ja, het is ook niet echt mijn stijl van gaming. Dus daarom zit ik eigenlijk te denken, misschien dat ik eventjes misschien een bonusvideo of zo ga doen. Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat als het dus zeg maar aankomend weekend geen horror map gaat worden, dat jullie daar begrip voor hebben. En tot Halloween eigenlijk dus zeg maar helemaal gefocust is op de This is Halloween special. Aangezien dat daar meer dan 100 uur editwerk in heeft gezeten. Want heel veel vroeger wat er dus zeg maar met de oorspronkelijke track was gebeurd. Nou, daar kan ik heel erg simpel over zijn. De oorspronkelijke track die is op dat moment opgenomen toen met een headset. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond de video-editing die erbij zag, de foto's waren te donker. De hoofden die vlogen overal rond en het was één persoon eigenlijk. Dus ik moet zeggen, ik was niet echt tevreden over die footage. En, het was toch 4 jaar geleden, dus vandaar dat ik echt het groots aan wou pakken van, nou gaan we het gewoon ook goed doen. Vandaar. Dus ja, ik weet niet precies hoe dat ik het verder dus ga doen met de This is Halloween. This is Halloween special die is al klaar. Ik bedoel met de Halloween video's. Of ik überhaupt nog een Halloween video erbij ga gooien. Dus dit weekend heb ik het ook nog best druk. Dus ja, het is lastig namelijk. Ik weet niet precies hoe dat ik dat allemaal neer kan gaan zetten. Dus ondertussen ben ik hier gewoon deze kamers aan het doorlopen. Omdat er is niet echt veel spectaculairs in deze kamers te zien. Dus mag ik al even mijn Ice Arrow? Want dan kan ik ze heel makkelijk mee killen deze beesten. Het paas erop. Ja, ik pak ze gewoon met het zwaard. Ice Arrows are the mainstream. Zeker sinds Frozen. Oké, nou, als ik me niet vergis moet ik jou weer eventjes een windbel geven. Gaat hij weer naar beneden. Heb ik weer de Iron Boots nodig. Ik blijf heel erg swappen tussen de items. Dat vind ik vervelend. Oké, nou. Maar goed, wat er dus zeg maar nog gaat komen op het kanaal. Hier hebben we elkaar helaas nodig. Dat is de enige reden waarom we hem nodig hebben. Maar het enige wat dus zeg maar gaat. Hoe dat ik het kanaal zeg maar verder ga aanpakken. Wat betreft dus zeg maar het oktobermaandje. Eerlijk gezegd, ik weet het nog niet. Dus wat er dit weekend gaat komen, dat is dus nog een grote verrassing. Het kan best zijn dat ik zelfs zondag nog een dagje vrij neem of zaterdag. Het ligt eraan, aangezien dat ik heb ook verjaardagen waar ik naartoe ga en alles. Dus ik moet heel eventjes kijken. Dus over de toekomst kan ik nog heel weinig vertellen, maar door de week gaat gewoon de windweken door zoals dat het nou dus zeg maar nog bezig is. Oké, nou. Zoals het, deze tempel die kan ik begrijpen. Die andere die heette de Earth Temple, terwijl dat het eigenlijk de Light Temple kon heten. Deze tempel heet Wind Temple en deze heeft ook ik weet niet hoeveel windpuzzels. Dus deze is nogal accurate daarin. Waarom heb ik eigenlijk de hamer gezet? Ik heb de hamer niet nodig. Ik heb hem nodig. Aha, nou ben je hot. Die grap sloeg nergens op. Oké, okay. En in ieder geval je bent verslagen. Als ik me niet vergis, moet ik nou eerst daar naartoe. Want daar zit een kaart, geloof ik, in die kist. Tenminste, ik heb deze dungeon al zo vaak gedaan. Deze dungeon die ken ik wel een beetje uit mijn hoofd. Nogmaals, ik heb niet echt een testrun gelopen. Ik heb constant een backup lopen. Van mocht er iets fout gaan met de opnames, dat ik gewoon een opname opnieuw kan doen. Yay! Je hebt... insert. Ja, wc-papier hebben we al te vaak gebruikt. Hoe niet zijn map? Laten we dat maar zeggen. We hebben hem toch... Ik gebruik de maps nog niet eens. Zo erg is het de laatste tijd. Met Zelda games, de eerste keer gebruik ik inderdaad de map van... Oh, die kamer heb ik nog niet gehad. Maar als ik hem 2 of 3 keer heb gespeeld...
gebruik ik de maps eigenlijk nog niet eens meer. En ik heb nou een groot probleem, want mijn magie is bijna op. Haal ik dit? Dit kan nogal cruciaal gaan worden. Ik denk niet dat ik dit ga halen. Uh-oh. Batterij is leeg. Oh, tuurlijk. En jullie drainen ook nog eens een keer de rest van mijn magie die ik niet heb. Jullie worden bedankt. Oh. Sorry, ik had eventjes daar misschien inderdaad wat gas moeten maaien om eventjes wat meer magie te krijgen. Foutje van mij, mijn excuses daarvoor. Dus, nou, wat zijn mijn gedachten eigenlijk over de windtempel? Nou, ik moet zeggen, de windtempel, ik vind hem leuker als de Earth-tempel. Dat zeker. Al moet ik zeggen dat ik die lichtpuzzels best wel grappig vond. Maar gewoon om zoveel samen met Medley. In deze tempel hoef je niet zoveel met elkaar samen te werken. Dat is eigenlijk een van de grootste voordelen die ik eigenlijk vind hier. Dus ik kan wel de gasmaaien-tactiek gaan gebruiken, maar... Oké, magie zit nou weer vol. En ik heb even kijken, maar volgens mij moet ik nou weer helemaal teruglopen. Daar heb ik geen zin in. Ja, we moeten helemaal terug. Dan kunnen we hier de vines beklimmen en dan kunnen we dus eindelijk de kant op waar dat we naartoe moeten. Wat best wel decent en fijn is, dus waarom ook niet. Oeh, Link, we kijken toch zakkerijnig. Je kijkt altijd zo zakkerijnig als je aan het klimmeren bent. Dus niet mijn probleem. Goed, nou. En dan gaan we hier omhoog. En... nou, weet ik niet of het jullie al is opgevallen. Ik ben sinds, ja, eigenlijk begin oktober ben ik nou dus ook, zeg maar, YouTube-partner. Wat houdt dat in? Niet echt veel veranders. Er verandert eigenlijk heel erg weinig aan mijn kanaal wat dat betreft. Er komen nou thumbnails, wat het dus, zeg maar, een beetje een professionelere look geeft wat betreft de video's. Nou, wat is een thumbnail? Dat is dat icoontje, zeg maar, wat je ziet op het moment dat een video geüpload is. Dat is een thumbnail, zoals dat heet. Duimnagel in het Nederlands. Dus, ja, en... ja, af en toe verdien ik er nou een klein beetje mee, zeg maar. Waardoor dat ik mijn studio kan upgraden. Dat is eigenlijk alles wat er verandert. Dus, ja. Voor de rest gaat alles goed. Ik ben hier door de dungeon heen aan het lopen. En, ja. Dan komen we hieruit. Wat leuk. Oké, als ik me niet vergis, dit opent gewoon een nieuwe kamer. Oké, die is open. Zou het nou pijn doen als ik hier naar mijn Iron Boots gewoon naar beneden ging? Zo, wee, Iron Boots kan ik niet gebruiken. Haha, geen fall damage, want ik gebruik mijn Dekolief met kills. Iets. Nou, eens even kijken, hoe lang zitten we al in deze aflevering? Oké, we zitten al 17 minuten in deze aflevering. Ja, ik weet het, ik had gezegd dat ik geen timer meer zou gebruiken, maar toen werd het helemaal een rommeltje, dus heb ik maar besloten om toch maar de timer weer neer te zetten, dus... zorg er een beetje voor dat de video's wel op een goede locatie zitten. Ik denk dat ik deze kamer nog gewoon heel eventjes meepak. Zoals je dus hier ziet, je hebt hier heel erg veel van die gekke dingen. En die moet ik dus, deze die moet daar komen. Als jij nou eens eventjes je zwaard weg doet, grab it. Oké. Interessant geluid, nogal dodelijk. Ching, 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 ching. Dus, nou, ik vind het eigenlijk wel grappig hoe dat iedereen Shadow Mario, de karakter, zeg maar, die ik gemaakt heb voor Halloween. Ik weet niet of hier nog een andere project voor gaat komen, want Shadow Mario, iedereen vindt het best wel creepy, maar vindt het toch leuk. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat jullie hem vergelijken met Dark Player. Dat eigenlijk, zeg maar, een beetje het icoontje is van Dark Player. Dat vind ik wel leuk, want ja, Zelda Play 20 gaat dus heel erg vaak als Mario. En dan Dark Player, die zal dan heel erg ook aan met Shadow Mario. Is leuk verzonnen, dus mijn complimenten daarvoor. Vind ik leuk bedacht. Dus, ik ben hier omhoog. Oké, nou, hier heb je dus, zeg maar, een kistje. Als ik me niet vergis, dit kistje had alleen maar een key. Ja! En nou kun je dus, zeg maar, hier nog heel erg veel moeite gaan doen voor, you guessed it, en nog een kistje. Nou, als je hier dus, zeg maar, al deze blokken breekt, dan komen er altijd vijanden tevoorschijn. Mag ik er heel eventjes mijn hamer voor? Even kijken. Hamertje. Nee, niet de pijlenboog. Poing. Ik denk jullie tenminste in één hit even killen zonder dat ik op jullie hoef te wachten. Sterf. Al moet ik zeggen dat het op dit moment nog steeds heel erg goed gaat met Hero Mode. Dus, ach ja, het kan gebeuren. Dus, en ik had ook zeker met mensen die mij vroegen of ik iets heel erg speciaal wou doen met de HD-counter. Aangezien dat we dus, zeg maar, al heel erg dicht op de 200 HD zitten. Nou,
Ik weet nog niet eens hoeveel dat we nu zitten. Volgens mij op de... Ik hou daar de tijd niet... Of de tellen niet echt bij. Dus ik denk dat we wel ergens dichtbij op die 200 gaan zitten. Maar ik weet niet precies waar. Vergeet niet, het is gewoon een gimmick die we erin hebben gegooid als grap. Omdat het spel eigenlijk zeg maar precies hetzelfde is als de GameCube. Maar dan met hele kleine aanpassingen. En de grootste aanpassing is eigenlijk gewoon dat het in HD is. Dat is eigenlijk alles. Vandaar dat die grap er is ingekomen. Sommigen die vinden de grap niet zo leuk. Sorry daarvoor. Maar ja, de meesten die vinden de grap wel leuk. En eigenlijk, voordat ik deze Let's Play begon, had ik al eigenlijk gepland van, we gooien die counter erin. Dus, vandaar. En ik moet al zeggen dat ik het eigenlijk belachelijk vind dat ik al bijna op de 200 HD zit. Ik wist nog niet eens dat ik 200 keer HD zou zeggen. Volgens mij was dat de 200ste keer, maar ja. Ik had echt niet verwacht dat ik dat zo vaak gewoon deze Let's Play zou gaan zeggen. Dat is gewoon belachelijk eigenlijk. Maar ja, als je er eigenlijk over nadenkt, ja, dat is eigenlijk de grootste gimmick van dit hele spel. En ik hoop ook dat de meesten hebben besloten om dit spel, zeg maar, te downloaden. Er zijn heel veel mensen die hebben de Wind Waker nog niet gespeeld. Dus die hebben de GameCube-versie eigenlijk nooit gehad. Of nooit gespeeld. Die hebben zelf nog nooit eigenlijk een GameCube gehad. Dus, ja, als je de GameCube-versie nog niet hebt gehad, is het een aanrader. En ik zelf zeg heel eerlijk, heb je de GameCube-versie, dan is de HD-versie eigenlijk best wel teleurstellend. Ik bedoel, het is hartstikke gaaf dat je zo'n spel nou zeg maar kan spelen in 1080p. Maar ik had toch liever Twilight Princess gehad of zo. Of Majora's Mask, een van die games die we dus ja, eigenlijk dus niet hebben gehad. Wat eigenlijk wel nodig is. Ik bedoel, Wind Waker was nog niet echt toe aan een remake. Laat ik het zo zeggen. Het had geen remake nodig. Het was een... tornado. Oh. Ik had hem niet. Het was op zich best wel een leuk idee, maar dan hadden ze veel meer moeten upgraden. Sowieso die loopings. Naar mijn inzicht hadden ze die loopings hadden ze eruit kunnen halen. De graphics hadden ze kunnen veranderen. Wat ze dus zeg maar met Ocarina of Time op de 3DS hebben gedaan. Ze hadden de items zeg maar een beetje aan kunnen passen. Ze hadden meer kunnen doen met de touchscreen als alleen maar de Miiverse gebeuren. Ze hadden ook kunnen zorgen dat je de map ook gewoon zeg maar op scherm zou kunnen zien. Allemaal van dat soort... Het zijn kleine dingen, maar... Het zou zo maar kunnen! In ieder geval, deze die is eigenlijk best wel boeiend, want je krijgt er een treasure chart voor. Yay! We hebben een treasure chart! Informatie over dat. Ik weet niet, volgens mij was deze alleen maar voor de 200 rubies. Maar ja, de vorige keer had ik het ook fout, dus wie weet. Volgens mij was deze voor de 200 rubies. We zullen het zien of ik het goed heb. Nou ja, jullie weten het al. En ik zit hier maar gewoon eigenlijk maar af te vragen of ik het inderdaad goed heb of niet. Maar goed, we hebben genoeg progress eigenlijk gehad hier in deze aflevering. Dus wat ik ga doen, ik ga deze gast heel eventjes doodmaken. En ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Heb je geen leukste momentje, maar wil je gewoon iets kwijt? Kun je dat ook kwijt in de reacties? Je kunt heel veel kwijt in de reacties als je daar gewoon zin in hebt. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie morgen weer te zien in een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. In HD! Sorry, dat is de titel. Ik kan er niks aan doen. Oké, nou. En de volgende aflevering gaan we dus kijken wat er achter deze deur zit. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie dan te zien. Dus tot dan. Doei!